Goedendag, dames en heren, welkom terug bij ARK Survival Evolved, hier op de Extinction Core modded server. Oh yes, ik heb er zin in, dames en heren, ik hoop ook dat jullie er weer zin in hebben. Ik ben blij dat jullie er weer bij zijn. En de vorige aflevering hebben we natuurlijk die super gave rexen gebreed, maar zijn wij vergeten? Ben ik vergeten? Ik geef het toe, mensen, ik geef het eerlijk toe. Om onze alfa's van de aflevering daarvoor een naam te geven. Dus hier hebben wij... Mis ik change name nou? Kijk ik er nou overheen? Change. Er staat heel veel change. Moeten we dichter bij jou staan? Gaan we gewoon onder je staan. Geen enkel probleem. Hier hebben we change name. Hier waren leuke suggesties voor. Maar Cray27 vind ik 100% bij hem passen. Want hij ziet er een beetje grijs uit. Dus Cray27. Hier is die, dames en heren. En hier voor de Dodo Rex hadden wij eigenlijk niet zo heel veel naamsuggesties. Dus dit wordt Dodo Flexi. Ik vond hem wel grappig. Ik vond hem wel gaaf. En voor de Giganotosaurus, daar hadden we eigenlijk wel één hele gave naamsuggestie. Dat was ter ere van iemand, maar het is een vrouw. Dus helaas kunnen wij dat niet doen. Ik wil hem niet unclaimen. Ik wil gewoon de naam veranderen. En hier waren ook wel gave naamsuggesties voor. Maar we houden het gewoon simpel vandaag, jongens. Gigarin was de meest gelijkte naam, dus Gigarin wordt het, dames en heren. En dan natuurlijk voor onze nieuwe boss, Dodo Rex. De Dodo Rex waren super goede naamsuggesties voor. Hele leuke waren erbij. Maar ter ere van onze overleden Frank No Hex noemen we deze Dodo Hex. Dodo Hex met een Z. Het was met een Z, dames en heren. Dus laten we het vooral ook daarop houden. Dodo Hex met een Z. Aan de andere kant hebben wij ook nog heel veel dino's die je naam moeten geven. En voor het eerst, sinds tijden, zijn er exact evenveel naamsuggesties. Als dino's die nog een naam moeten hebben. Of wij helemaal uitkomen met mannetjes en vrouwtjes. Dat weet ik niet helemaal. Dat weet ik helaas niet helemaal. Nou moet ik nog heel even checken, want is onze Titan... Is onze Titan, is het een vrouwtje of een mannetje? Oh nee, een vrouwtje. Ik heb net een rondje gevlogen over de hele map heen. Met Spyro, die heb ik hier nog ergens staan. En oh mijn god, we moeten echt de dino's naar de schuur toe brengen. Maar, er is ook nog een kleine mededeling over de server. Vanwege redenen, voornamelijk vanwege redenen dat mensen zich niet kunnen gedragen. Wauw, een dikke blaffende hond op de achtergrond. Ik irriteer mij er een beetje aan, maar... Vooral vanwege de reden dat mensen zich gewoon niet schijnen te kunnen gedragen met PvP. En dat het dus eigenlijk altijd inhoudt dat er één groep op de server is die alle andere tribes vernielen. Compleet van de map afvagen. Heb ik de server een flink eind terug moeten draaien. Ik dacht eerst dat het een hele dag zou zijn. Dat we ook onze gebriede dino's kwijt zouden zijn. Dat is niet het geval. Die staan er nog allemaal, mensen. Maak je daar niet druk om. Ons super gave koppel, die staat er nog. Maar ik ben wel heel veel van mijn bouwprogress aan de schuur ben ik kwijtgeraakt. Dus daar ga ik nog even weer een paar uurtjes in moeten steken. En daar baal ik wel een beetje van. Ook is de server omgezet naar PvE. Dus als je hem niet meer ziet in je lijst, zoek dan even naar PvE servers. Want helaas is het een PvE server geworden. Ik kan er gewoon niks aan doen, maar ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om iedereen die hier veel energie, veel tijd en veel moeite in de server stopt, om dat maar voorbij te laten gaan. Om dat maar te laten vernielen in luttele seconden. Dat gaat me niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Maar ik ben dus ook heel veel bouwprogress kwijtgeraakt. Heel veel materialen kwijtgeraakt. En het enige voordeel is wel, ik voel me weer een beetje rijk aan metal. Want er zit hier weer een beetje metal in. Daar staat helemaal niks meer in. Maar dat is niet het leukste. En, oh crap, ik vond niet zo heel veel dino's om te temmen. Want ik wil deze aflevering niet weer gaan bouwen. En niet weer gaan breeden. Als het erop neerkomt, dan is het niet anders. Dan is het niet anders, dames en heren. Maar, voor nu, laten we nog eens even kijken. Ik ga nog even weer een rondje doen over de map. Het is weer nacht. En ik hoop dat ik nog wat gaafs tegenkom om te temmen. Dus dames en heren, wij zijn zo weer terug bij jullie. Zijn we weer, dames en heren. Ik heb toch nog wel iets super gaafs gevonden. Er is toch nog iets loods gespawnd. Oh yes, en het is een dragon van level 130. Maar dat niet alleen. Kijk eens even hoe schitterend en schitterend mooi dat hij is. En eigenlijk zouden wij elke dragon moeten killen. Maar
Wij zijn de essence nodig van dragons, overigens. Daarvoor moeten we alles killen. Maar, deze dragon is zo ongelooflijk mooi. Al was die 30 levels lager, had ik hem nog meegenomen. Het enige nadeel aan hem op het moment is dit hier. Deze manticore. Dus ik ga eens even proberen of ik die manticore weg kan lokken zonder de dragon achter mij aan te krijgen, wou ik zeggen. Maar dat is alweer mislukt. Oké, de dragon is wat sneller dan de manticore. Nog niet echt. Helaas, zo'n manticore is waarschijnlijk iets sterker in het wild als dat de dragon is. Waardoor het een beetje lastig is om de manticore te killen en de dragon niet. Ik heb mijn broodmother bij me, dus we zouden ze allebei nokkie kunnen maken met die broodmother. Geen probleem. Alleen dan moeten we weer wachten totdat de dragon eindelijk eens een keer wakker wil worden. Beetje surfer lijkt erbij. Dat maakt het niet makkelijker. Oké. Daar hebben we mooi damage kunnen doen op de manticore. Zonder te veel damage te doen op de dragon. Oeh, dit is nog lastig, mensen. Gelukkig blijft die manticore steeds even een beetje hangen. Waardoor we een beetje kunnen hitten. Go, 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 Spyro. Je kan het. Je kunt het, jongen. Je kunt het. Oh, crap. Ik denk dat we daar de dragon ook hebben gehit. Jup, daar hebben we de dragon ook gehit. Dat kan haast niet anders. Oké. Manticore. Manticore is bijna down, mensen. Manticore gaat eraan. Die gaat het verliezen. Eigenlijk moeten we nog dicht bij de grond proberen te killen ook om ze loot te kunnen krijgen. Als we zo de manticore bijna dood kunnen maken. Oh, de battle of the bosses. Midden in de lucht. Midden in de lucht hebben wij hier de battle of the bosses. Volgens mij heeft die manticore al bijna geen energie meer over om nog weerstand te bieden aan onze Spyro. Onze super gave dragon. Die er nu zijn broer bij gaat krijgen. Oh, yes. Van origin waren ze met z'n vieren. Oh, crap, nou zit ik vast. Nee, oké, het valt mee. Het valt mee. Die manticore die doet ook niet veel topo damage op mij. Dat had ik eigenlijk nog wel een beetje verwacht. Maar dat valt reuze mee. Maar de eerste broer, Smaug, die is verloren gegaan. Crap, geen manticore loot. Oh, damn it. Dat is... Oh, damn, al die aasgiertjes. Oh, nee, Vulture. De Vulture attack. Zijn al die vultjes nou echt even snel als dat de dragon is? Het lijkt er wel op. Die vultjes die gaan natuurlijk mij aanvallen. Oké. Een paar hits. Oké, nee, we moeten echt stoppen met hits doen. We moeten echt stoppen met hits doen. Oh, we weten natuurlijk nog van de manticore team dat die vultjes die blijven damage, die gaan damage doen op mij. Oeh, die dragon is immuun voor fire breath, als het goed is. Nope. Volgens mij zijn de vultjes gedespawned. Yup, de vultjes zijn gedespawned. Mag ik hier tussenuit? Oh, dit gaat lukken, dames en heren. Gelukkig hebben wij nog een dragon saddle vanuit een deity als loot gehad. 2, 3, hier gaan we. 4, 5. Hoeveel waren we er ook weer nodig voor een boss? Oh, wauw, nog behoorlijk wat. 6, 7, zoiets. Komen we nou in de buurt? Hij heeft al 5,5 miljoen torpoer. Die gaat nog hard omhoog. 6 miljoen torpoer. Oh, wauw. Oh, dat komt natuurlijk omdat ik mijn super, uber, overpowered bow niet meer heb. Even goed in de gaten houden, die torpoer. 8 miljoen torpoer. Hier gaan wij. 9 miljoen torpoer. Nope, net niet. Oké. Dus hij kan sowieso nog wel 2 pijltjes hebben. Als goed is, heeft de dragon ook geen runaway mechanic. En dat vind ik nice. Super nice, super nice. Is er iets dat hem aanvalt op het moment? Want volgens mij zet hij net nog wat in de brand. Of deed ik dat? Ik weet het niet zo heel goed. Oh, damn it. Er is nog wel één vultje. Oh, dat was een gewone. Oh, nice. Dat was maar een gewone vultje, mensen. Geen paniek, geen paniek. We hebben dit. Yep, dragons nog altijd verschrikkelijk buggy. En hij is alweer wakker. Crap. Oh, damn it. Volgens mij gooiden we net iets van 10 pijlen erin. Zoiets. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat zie ik nou daar? Wat is dat nou dan? Is dat... Oh, dat is een dode vulture. Ik denk, wat zie ik daar nou dan? Hier gaan we weer. 6 miljoen. Wauw. Oké, het is het dus absoluut wel waard om even tussen de schoten door te wachten. Absoluut dat het waard is. Ik schoot er nu 10 pijlen in en hij was maar op 6 miljoen torpoer.
En nu schiet ik één pijl en hij krijgt er een miljoen en torpel bij. Oh, wauw. Oké, goed om te weten. Moet ik niet meteen weer schieten natuurlijk. Moeten we wel leren van onze fouten hier. En het gaat ons wel lukken. Het gaat ons lukken. Het moet ons gaan lukken. 1 en 2. Dat zou genoeg moeten zijn. Nou zou die moeten gaan slapen. En hij slaapt weer. En nu gaan we gewoon meteen heen. We hebben het zadel in onze inventory. Nou hoop ik dat we hem kunnen bereiken. Zonder dat we weer helemaal... Oh yes, 320,3 armor. Yes. Oh, jammer hebben dat we onze broedmar en op onze schouder hebben. Laten we die eens heel gauw neerzetten. Want ik hoopte nog enigszins of een Urugaan te vinden. Want een Urugaan werd mij verteld. Ik dacht dat die een teembaar waren. Maar een Urugaan werd mij verteld dat die teembaar zijn. Dus die wil ik nog graag temmen. Oh, nee. Unfollow. Nee. Unfollow. Nee. Oh, crap. Hij vliegt. We sturen onze eieren... Oeh, nee. We kunnen natuurlijk ook onze broedmar gewoon meenemen. En dan sturen we Spyro gewoon back to base. Dat doen we, dames en heren. Spyro heeft een hele lading expensive loot bij zich. Die is waarschijnlijk ook te zwaar om mee te nemen op onze schouder. Aangezien die volgens mij 2000 black pills bij zich heeft. Let's go. Maar ik wou dus eigenlijk nog graag een Urugaan vinden. Want die schijnt dus wel te temmen te zijn. Alleen net zoals een rock column. En... Crap, wacht eens. Oh, daar nog. Een rock column is natuurlijk super makkelijk te temmen. Met onze broodmother, dames en heren. En daarnaast... Als ik nog een mannelijke Titanosaurus ga vinden, dan gaan we die ook temmen. Zodat we die kunnen breeden met Stampertje. Onze vrouwelijke Titan. Oh, wauw. Dit voelt nou wel goed. Deze dragon voelt nou wel goed. 296.000 AP, 1935 stamina, 406% melee damage. En dit was niet eens een perfect team, mensen. Dit was niet eens een perfect team. Hier gaan we. Hoeveel breath damage doen we? Rond de 700. Hoeveel melee damage we doen, gaan wij zo zien. Dat gaan we zien. Eens even kijken. Hier is vast wel iets waar we even op kunnen smikkelen. Die trike. Die trike is ons eerste doel weer, dames en heren. Oeh, 1200 base damage. Nice. Super fijn. Ik ga denk ik heel even wachten op het, tot het dag is. En dan gaan we deze is. Oeh, is dat nou een... Ongetemde of een getemde? Ik moet wel zeggen, sinds de server PvE is... Oh, wauw. De hele server die hangt overal hangen maar getemde dino's rond. En dat is natuurlijk gauw vervelend. Heel erg gauw vervelend. De Crate Jackie is wild. Alleen de Rathalos... Ik weet niet welke van de twee dat dan is. Is helaas getemd. Dus dat kunnen wij niet meer temmen. Helaas, dames en heren. We kunnen hem hooguit nog even helpen tegen de Crate Jackie. En daar houdt het wel weer mee op. Dames en heren, ik ga even wachten totdat het weer licht is. Want de nacht zit er alweer aan te komen. En dan denk ik dat we eens even in een klein beetje een versneld stukje deze dragon op gaan levelen. Oh yes, en kijk eens even. Wat een schoonheid van een dragon dit is, dames en heren. Ongelooflijk wat vet. Dit is absoluut een screenshot waard. Hier hebben jullie de thumbnail al gezien. Mensen, tot zo. Bij onze Rexen, want die verdienen natuurlijk allemaal nog een naam. Dus laten we eens heel even beginnen. Hier komt Plex. Yes. Super gave naam, dames en heren. Ben ik heel erg blij mee. En hier komt Tira. Tira is waarschijnlijk van Tyrannosaurus afgeleid. Maar ik kan alles gebruiken nu. En hier, wat dan Tiran of... Hier moet ik heel even goed kijken. Torank... Su. En Tiraan vond ik een beetje saai om vlak na Tiraan. Maar dit was van dezelfde suggestie. Dus yup. Die worden allemaal gebruikt. Hier hebben wij Big Bink. Bink. Als ik Bink kan typen. Big Bink. En... Oh crap. Dit was een naam die moet op die daar. Daar moeten we dan zo nog heel even op terugkomen. Deze naam past hier wel heel erg goed bij. En de suggestie was... White boy, dus ik dacht misschien witte boy, maar laten we er white boy van maken. Super gaaf, white boy, super bedankt voor de naamsuggestie. En hier moeten we heel even spieken, want crap, eigenlijk kom ik niet uit. Dan gaan we deze renemen. Dit is een mail, ja, deze riemen nemen wij dan naar Shadow. Want bij onze albino's past de naam Shadow natuurlijk niet, maar ik vind het wel een hele gave naam om te gebruiken. En dit hier is één van de weinige vrouwen. En daar was Trexer
Rinla. Trekse Rinla. Het is maar goed dat ik deze niet heel veel zou gaan gebruiken, want dan zou ik echt heel vaak mijn tong breken over die naam. En welke hebben we er nog net afgehaald? Big Bang hebben we er net afgehaald. Dus dan kunnen wij, denk ik... Oh, dat kan ik wel terugzien. Toransku en dan Shadow. Ja, dan wordt dit Big Bang. Change name. Big Bang. I accept. Dit is voor, echt voor het eerst, dames en heren, dat ik alle namen kan gebruiken. Dus alle naamsuggesties, die komen hierin terug. Raxer, yes, vond ik ook absoluut een hele gave. En ik weet niet meer helemaal wat de afleiding hiervan was, maar volgens mij was het... Eddie's Hex of zoiets. Maar ik heb ervan gemaakt Eddie's Ex. Ik ken Eddie in real life en volgens mij bijt zijn ex haast net zo hard als dat deze T-Rex doet. En... Oh, crap. Kom ik net... Oh, crap, ik kom net niet helemaal uit. Wauw, ik had dus nog een Rex meer dan dat ik dacht dat ik had. Dus dan gebruiken we hier gewoon nog heel even Tiran. En natuurlijk hebben wij binnen nog die drie Rexen staan die nog graag een naam willen hebben. En deze hier, dat was de naamsuggestie, die was eigenlijk Roxy Rex. Maar ik vind Roxy zo, whoop, Roxy, vele malen mooier. Gewoon lekker Roxy. En dan moeten we hier heel even spreken, want jij was dat mannetje. Nope, je bent het vrouwtje. Laten we eerst eens naar het mannetje gaan, want jij staat als eerste op mijn lijst. En hier moet ik ook nog heel even weer goed kijken. Maar volgens mij was het zo, Destruction. Destruction, dat is natuurlijk afgeleid van Destruction en Rex, combinatie daartussen, super super gaaf bedacht. En deze die vond ik super grappig, want dit is een zangeres. Ik wist het natuurlijk niet, maar jullie wisten mij dat te vertellen. Maar Bebe Rexha is daadwerkelijk een zangeres. En dat vind ik natuurlijk super gaaf, want de naam Rex die komt voor in haar naam, Bebe Rexha. Super, super gaaf, dames en heren. Maar eerst gaan we weer verder. Yep. Pick up Iron Spider-Woman. Mochten wij nog wel een Uru gaan tegenkomen, dan gaan we die nog temmen. Ik heb allerlei temspullen bij me. Ik weet niet eens wat die nodig is om te temmen. Ik ga nu hier in een versneld stukje deze dragon oplevelen. Dames en heren, ik hoop dat jullie van genieten. Tot zo. Yes, dames en heren, dat speedy hubbitje, dat was al heel erg grappig om te doen, maar hier vind ik toch nog weer een Tech Tribe Dude. En dat is natuurlijk altijd een goede reden om heel even de opname stop te zetten. En ook viel het mij op, wij hadden al meer dan 93 levels toen we nog maar net begonnen aan de speedy hub gedeelte. Oh mijn god, wat was dat al een lading aan levels, dames en heren. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Dus eigenlijk werd dat speedy up gedeelte niet helemaal zoals dat ik verwacht had. Want meestal zijn die eerste levels leuk in zo'n speedy up deel. En daarna niet zo heel erg. Dus we gaan het zien. Ik denk niet dat het nog enigszins wat langer gaat worden. Want wij doen al 9000 damage. Wij doen al 6000 damage op een Tech Tribe dude. En die heeft een gigantische resistance. Oh yes, Carnivore Tree, Herbivore Tree, waar ben ik nou nog mee aan het vechten? Oké, met zijn Rex, geen enkel probleem, dames en heren, die zouden wij vrij snel moeten verslaan. Wel valt het mij weer op dat we hebben Carnivore Treats gehad, Sedative, Narcotic, maar weer geen Tech Gear en geen Element. Wat valt mij nou nog aan? Oh, een Direwolf of zoiets. Gewoon een Direwolfje of zoiets in die richting, dames en heren. Ik hoop dat wij nog enigszins wat leuke spawns tegengekomen. Want jullie zagen het ook al wel. Eigenlijk waren alle levels van de dino's die wij tegenkwamen allemaal laag. Allemaal slecht.
Oh, ik weet niet of daar wat veranderd is in de mod. Ik heb geen idee. Maar het frustreert mij soms wel heel erg. Ik wil op zoek naar een fatsoenlijk gevecht voor deze dino. Laten we eens even kijken hoeveel experience wij erbij hebben gekregen. Oh, wauw. Maar 7 levels, dames en heren. Crap, echt waar? Is dat maar 7 levels waard? Dat is niet veel. Dat is niet veel. Ik denk dat ik heel even gewoon zo verder ga. En dan zien we elkaar wel weer tegen die tijd. Dat ik een leuk gevecht heb gevonden voor deze dragon. Oh yes, dames en heren. Wij zijn er zo weer. 2 levels verder van de laatste clip. Maar hier is een Saiyan of Fire. De vraag is, gaan wij het redden? Om nou alle Saiyan of Fire te verslaan. Ik ga er wel vanuit. We grotendeels van de experience die we erbij kunnen verzamelen, hebben wij al verzameld. Wauw, 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 wat gaat dat snel. Ik heb een beetje het gevoel alsof de Alpha Neushoorns, alsof die te veel experience geven. Dat idee heb ik vaker gehad. Dat had ik bij de Rex ook. We waren zo verschrikkelijk snel klaar bij die Rex om hem überhaupt op te levelen. Volgens mij was dat ook de Alpha Neushoorns. Die of dat deden voor ons. Oh mijn god, dat was al het einde van de Saiyan of Fire. Hebben we een tasje of hebben we de loot in onze inventory? De loot in onze inventory. We hebben hier 50 element. Nice, we hebben hier een treasure box en een resource box. Nice. Als we nog wat leuks tegenkomen, gaan we natuurlijk nog die carnivore kibbel gebruiken. Of de herbivore kibbel. Het is maar nep wat we daarbij tegenkomen. Oh yes, dames en heren. Ik ben er zo weer met het volgende gave gevecht. Be right back. Van de vorige clip komen wij hier tegen een Megapithecus. Oh, burn, baby, burn. Oh, wauw. Ik weet ook niet wat er met mijn stem aan de hand is. Oh, crap. 11 kilo, die had ik niet gezien. Wees geen goed level. Oh, wauw. Die was level 130. Oké, die had ik liever gespaard. Maar hier gaan wij, dames en heren, een Megapithecus van level 15. Oh, yes. We verbranden jou. We sturen jou hier naar de onderwereld waar vuur deel uitmaakt van het dagelijkse leven. Oh yes. Helaas was ook hij weer verschrikkelijk. Verschrikkelijk laag level. Ik weet niet waarom. Maar ze waren allemaal laag level. Tot nog toe. We hebben de loot in onze inventory. De nacht is al bijna weer hier, dames en heren. Oh yes. Let's go. Dodorexie. Oh. Level 105. Oké. Nope. Gletsy, je mag niet alles claimen op de server. Oeh, dit lijkt een vrouwelijke mammoet. Ah, precies wat ik bedoel. Is ze weer zo super laag level? Oh, we moeten nog even levels toepassen. En ik zie meteen al ons volgende gevecht. We hebben er nog maar 1 level bij, zoals ik al zei tegen jullie. Veel levels gaan we er niet meer bij krijgen. Oh, yes. Kom op, Saiyan of Winter. Kom maar op. Je stelt nu helemaal niks meer voor. Onze dragon die kan jou met gemak aan. Laten we wel naar gamma 4 gaan. Dan kunnen we nog een klein beetje wat zien. Hoewel het er nog niet super mooi uitziet. Oh yes, kom op. Je kunt het. Yes, yes, yes. Oh wauw, wat vet, wat vet, wat vet. Dan krijgen we ook altijd die costumes. Maar eigenlijk weet ik niet of wij ook dragon costumes krijgen. Misschien is dat nog wel even heel erg gaaf om te gaan checken, dames en heren. Oh, dat lijkt me nog wel een leuk idee. Ik ga nog even rondvliegen om te kijken of we nog ergens een chieftain kunnen vinden. Ik mag altijd graag nog even met mijn nieuwe bosses met de chieftain vechten. En met onze Dodorex is dat allemaal mislukt, want er was gewoon niks te vinden. Ik hoop natuurlijk op Orange Chieftain, dus ik vertrek nou naar de Center Island. En ik breng jullie er weer bij. Tegen die tijd dat er weer wat gaafs is. Back at business, dames en heren. Ik heb hier iets zeer bijzonders gevonden. Het is een vrouwelijke Dodorexie. Oh, meen je dat nou? Een vrouwelijke Dodorexie. Oh, yes, absoluut. Ze is nog level 90 ook. Het hoogste level vrouwelijke Dodorexie. Wat of dat ik ooit heb gezien. Ik weet niet wat of dat met Dragon aanvalt. Maar ik wil nu heel en heel gauw die carnivore kibbel. En dan hoop ik dat het werkt op die Dodorexie. Want anders zou ik niet willen. Oh, crap. Dan moeten we heel gauw in de weg. Wow, 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 wow. Relax, relax. Dit gaat werken. Dit kunnen we. Oh nee, carnivore kibbel werkt niet. Wauw. 2 schoten nodig, overpowered Archie. Waarom werkt carnivore kibbel nou niet op een carnivore? Oh crap, het is nou al 2 keer geraakt. Ik heb geen detox bij me. Be right back, peeps. Ik ga heel gauw even een Rex kibbel.
Dodorexie is Rex Kibbelop. Natuurlijk een level 90 Dodorexie. Die kunnen wij niet in het verschiet laten gaan. Hebben wij toevallig ook nog een beetje iets van stimulans bij ons? Iets? Nope. Ah, kom op, Carnivore Treat. Dat is toch 100% een carnivore, of niet dan? Is die Dodik nou ook boos op? Nee, oké. Nee. Die Dodik doet niks. Oké. Ik ga hier even wachten totdat ze wakker is. En ik geef je gauw back to base even wat Rexkibbel halen. En dan zijn wij zo weer terug bij jullie. Van om zoveel clips te doen. Maar ik zie hier, ik ben onder... Daar ligt die dodo Rexinocchi. Ik ben onderweg terug. Back to base. En ik zie hier een White Tech Apex Tyrannosaurus lopen. En Tech Apex Tyrannosaurus, dat houdt normaal ook altijd in dat er een Tech Tribe Dude loopt. Ik zie hem nog niet lopen. Wel word ik heel veel gehit. Crap. Waarom zie ik hem niet staan? Wel zie ik hier... Ah, gevonden! De Tech Tribe Dude. By Tech... Oh, yes. Kom maar op, jongen. We kunnen jou makkelijk hebben. Kom maar op. Oh, yes. 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 Ik wil er nog wat tegenvallen hoeveel experience of dat deze mannen geven. Als je kijkt voor hoeveel moeite je hebt om ze überhaupt te kunnen verslaan. Nou weet ik het wel. Wij met onze bosses en met onze overpowered saddles erop. Wij winnen het. Met vrij veel gemak. Maar oh mijn god. Als je nog moet beginnen in de tech phase. In de boss phase. Als je je zadel nog niet kunt. Nog geen geüpgrade zadels kunt looten van de deities. Dan is dit absoluut niet een gevecht voor watjes mensen. Absoluut niet. Wel valt het mij op dat met de dragon die tech tribe doet veel en veel minder omhoog vliegt. Oh, mijn muis ging van het scherm af. Oh, yes. Weer crap loot. Oh. Ho eens even. Wij kregen het kibbel. De Tech Tribe Dude kibbelpack. Is die Alpha nou ook dood? Oké, de Alpha is ook dood. Zit hier Rex kibbel bij? Rex? Oh, geen Rexkibbel. Dat is jammer. Helaas ook maar één leveltje. Ik ga even gouden Rexkibbel ophalen, dames en heren. En dan zijn wij zo weer terug bij jullie. Naar de Dodorexie, die er hopelijk nog rond hangt, vond ik hier een level 15 Dragon. Oh, Alpha Tourney Dragon. Pas op, Alpha Tourney Dragon. Nee. Oh, oké, hij was low level. Geen probleem. Geen probleem. Oké, maar hier, het is nog gauw. Oh, wat? Alweer geen Dragon Essence. Het is de derde Dragon die ik vandaag versla. Die mij geen Essence wil geven. Wat loopt hier met een boss bar? Oké. Het was maar een Skeleton Carno. Niks bijzonders. Niks geen bijzondere loot. Ik zie daar nog weer een boss bar. Dat is maar een Apex Utah Raptor. Als het goed is, ligt hier. Oh, yes. Hij staat. Zij staat inmiddels weer. Oh, super gaaf. Let's go. Laten we haar nog een keer nokkie maken. Ik heb Rexkibbel bij mij. Laten we gaan. Ik wil deze team niet missen. Ik wil het ook niet verprutsen, want ze is aanzienlijk, aanzienlijk mooi level. En ook schitterende, schitterende mooie kleuren. Dus Tem, oh crap, dat was helemaal niet meer nodig geweest. Yes! En ik heb natuurlijk geen zadel meegenomen, maar ze is level 134, dames en heren. Oh yes, ik weet wat ik volgende aflevering ga doen. We hebben nou 2 vrouwelijke dodorexies. En nog 1 ei van Doreen, ons vrouwelijke dodo, electric dodorexie. Die helaas ergens verloren is gegaan. Dames en heren, ik ben super blij met onze nieuwe ongelooflijk overpowered dragon. Ongelooflijk, wat is hij vet. Natuurlijk hebben we een C, hebben we een X. Oh, we hebben een I- oh wauw. Spuugt hij die X nou uit zijn nek? X. Oké. Wauw, dat ziet er weird uit in K-modus. Maar met zijn C ziet hij er stoer uit, dames en heren. We hebben zijn dikke bite en zijn flame breath. Hij is overpowered. Als ik weet niet hoe. Helaas kunnen we hem niet volledig oplevelen. Want oh, wauw, wat gaat de tijd snel als je plezier hebt, dames en heren. Zelfs de Dodorexie die kijkt naar onze dragon. Volledig onder de indruk van wat er allemaal gebeurt. Dames en heren, dit is het weer voor vandaag. Ik wil jullie hartelijk danken voor het kijken naar een aflevering waar ik enorm veel van heb genoten. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. Mocht dat zo zijn, vergeet niet het duimpje omhoog. En zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. Appetje, oh.